Ik heb er weer één afgeschoten hoor. Gewoon afgeschoten. Ja, ja. Oh, zijn jullie er al, dames en heren? Welkom bij een nieuw Glamorama Journaal. Zitten we allemaal in Rapper Negative, Wolter Kroes en Duo Quads. Een opvallend feitje kwamen wij tegen in het laatste vlog van Rapper Negative. Zijn dochters moeten u tegen hem zeggen. Kijk maar even. Waarom filmt u alles? Omdat ik een superster ben. Ik filmt ook alles wat ik doe voor de vlog. Ja, nou op zich leuk, lekker. Die jaren 30 staphorsten vibe, wij voelen hem wel. Alleen dan dit. Vraag mij eens iets. Zegt u? Haha! De power! Ja, en dit is dan weer vrij ziek als je het ons vraagt. Rapper Negative. Kijk, formeel geneuzel tegen je kinderen, leuk. Maar moet wel van twee kanten komen dan, hè? Op deze manier werkt het natuurlijk niet. Idioot! Ondertussen in het leven van Wolter Kroes. Jezus, wat een kut publiek zeg. Ongelooflijk. Nou, Wolter, wij voelen met je mee. En goed dat je toch gewoon bent gekomen. Respect, zoals sommige mensen zeggen. Ja, wij denken dat deze tweet pikant bedoeld is. Oh la la, babetje! En we gaan eruit met muziek van Duo Quads. Nou, dan hoor ik u denken, ja, Duo Quads hebben we toch al een keer gehad? Klopt, maar ze hebben een nieuwe single. En die heet Als ik had geweten. Als ik had geweten dat dit de Glamorama Journaal zou zijn, zou ik niet geklikt hebben? Ja, jammer, te laat. Nou, morgen zijn we er weer. Tot dan! Als ik had geweten dat jij voor de deur zou staan, dan had ik nooit open gedaan. Ik zat liever met mijn vrienden op terras in de zon, heerlijk met een lekker glaasje bier. Zo'n helder koude jongen over je tong, maar door jou zit ik nu hier.